We've been playing since the dawn of our existence. Over the last 300,000 years, we have come up with thousands, maybe millions of games. Auteur en fotograaf Hannelore heeft de wereld rondgereisd om een fotoserie te maken van verschillende sporten over de hele wereld. Toen ze dat boek pitchte bij Netflix, zagen zij daar ook wat in. De hamvraag van het boek en de serie is daarom ook: wat beweegt ons om te spelen? We spelen dus voor verschillende redenen. We spelen dus om een traditie in stand te houden. We spelen voor held. We spelen ook voor perfectie, religieuze redenen. We train bloody hard for this. Keep your head in the game. Nou, ik ben op het idee gekomen toen ik de wereld over reisde en in het bijzonder naar de stammen. Want toen zag ik eigenlijk wat stammen doen qua sport en spel. En dat is wel iets heel anders dan een potje voetbal. Bijvoorbeeld mannen die slaan elkaar soms elkaar de kop in. En waarom doen ze dat? Om een vrouwenhart te veroveren of ze mond te strijden trekken in de Tribal Wars. Met haar fotoserie stapte ze naar werelds grootste streamingdienst en die wilde graag samenwerken. Het is echt mijn droom en ik leef nu op dit moment mijn droom. Ik werk hier al aan sinds 2015. Ik heb een fantastisch team, een talenteerd team van regisseurs tot producenten tot DOP's. Ja, en met z'n allen keihard gewerkt, dus we kunnen niet wachten tot het gelanceerd wordt. En dat wachten duurt niet lang meer, want vanaf morgen is de zesdelige serie beschikbaar en te zien in bijna 200 landen. Ik ben geboren in Chili. Ik ben opgegroeid in België, in West-Vlaanderen. Ik woon inmiddels 15 jaar in Amsterdam. Ik voel me dus een wereldburger. Dus daarom vind ik het ook zo mooi en interessant dat ik dit heb kunnen maken. En dat ik het nu kan delen met jullie in de hele wereld. Time just stops.